Het was zaterdag 21 september, World Cleanup Day. Een reden voor velen om de straat op te gaan om vuil te rapen met een achterliggende gedachte. Dat is wereldwijd gaan overal landen aan de slag. Ik geloof dat er 160 landen dit jaar meedoen. En ook wij willen onze handen weer uit de mouw steken. De schoonmaakploeg van Progressief Altena had een oproep geplaatst en ging met partijleden, wethouder Paula Jortsma en enthousiastelingen die zich hadden aangesloten, afval in de openbare ruimte opruimen. Vorige keer zijn we in Werkendam aan de gang geweest en vorig jaar op verschillende plekken in Altena. En nu gaan we hier opruimen. Ja, milieu en dat soort dingen vinden wij heel belangrijk. En we kunnen heel veel praten over allerlei dingen die we willen doen, die we willen verbeteren. Maar het is ook belangrijk om zelf de handen uit de mouwen te steken en gewoon aan de slag te gaan. Ook in Woudrichem was fanatiek afvalraper Jos Korthout deze zaterdag weer uitgerukt met de bolderkar om een ronde te doen met wat extra aandacht. Feestdag natuurlijk, want je voelt je enorm gesterkt wanneer je weet dat er in 66 landen zo'n 1,5 miljoen vrijwilligers bezig zijn vandaag. Dat voelt wel lekker, ja. Maar vandaag niet op het woekend strandje, maar ook de stad in. Ja, we zijn al op het strandje geweest. Daar zijn we 11:15 begonnen. Maar ik ben daar al een keer of 3-4 geweest van de week, dus er lag niet zoveel. Dus daar waren we snel klaar mee. En toen zijn we langs de gracht gaan werken, langs Woerkum dus. En zo naar de burgemeester van de Lelystraat. En zijn we langzamerhand via de wethouder de Jodenstraat naar het rond gekomen. En is het niet jammer dat vandaag alleen maar mensen enthousiast te maken zijn voor dat opruimen? Nou, dat is niet zo, want we hebben veel meer enthousiastelingen. Die zie je alleen niet altijd tegelijkertijd. Dat zijn natuurlijk geen 1,5 miljoen die elke dag bezig zijn. Maar alleen al in Altena zijn er dagelijks toch tientallen mensen bezig die van alles opruimen. En dat is belangrijk? Ja, dat is niet alleen belangrijk, het is gewoon noodzakelijk. Het is echt noodzakelijk. Zolang mensen nog dingen weggooien, moet het opgeruimd worden. Ja, ik zie het liefste dat er in elke straat 1 of 2 vrijwilligers zijn. Want dan hoef je alleen je eigen straat maar bij te houden.